meisje, daar ben ik weer. Ik ben het Tante Nel. Ja, daar ben ik weer. Wat denken jullie dat meisje is Kees geworden met die babypop op de schoot? Nee, ik zal je allemaal geruststellen. Ik ben niet Kees geworden. Echt waar niet. Nee, mijn dochter is op visite geweest. Met die kleine meid, onze vriend. Wat denk je? Vergeet ze de pop. Ze komt er zo heil, hè. Dat kind, dat wordt niet goed natuurlijk. Maar toen zag ik zo met dat poppetje op mijn schoot. Dan denk ik, wat lief. Nou, Nel, doe nog wel, dan word je echt Kees. Ik word niet Kees. Luister. Ik zat met dat kind en toen moest ik denken. En een kind. En een gezin. Toen dacht ik van, een gezin. Je hebt vaders, je hebt moeders, broers en zussen, baby's. En zo is het natuurlijk ook met het huisgezin van God. We hebben vaders in het geloof. We hebben moeders in het geloof, broers en zussen. Maar ook baby's in het geloof. Ja, toch, die bijna er ook. En dan denk je wel eens bij jou van, meisje, dat gemek aan mijn kop, weg met die baby's. Nou, dan zit er wel zo'n kind buiten. Ja, wat denk je wat er gebeurt als zo'n kind buiten zit in zijn eentje? Ja, dan gaat een dag goed. Dan houdt het toch op. We moeten voor mijn kander zorgen. Dat is het. Dat moeten we doen. Ook voor die baby's. Maar ook voor die oudere mensen. En we moeten mijn kander opbouwen. We moeten groeien in het geloof. Daar hebben we mijn kander voor nodig. En daar heb ik ook een mooi bijbelvers bij. Uiteraard, ja, dat weet je. Tante Nel heeft een mooi bijbelvers. En dan gaan we lezen uit de psalm. Het woord van God. Dan slaan we dan open. Een beetje zo ja, links van het midden. Kijk, dan zit je gelijk in de kronieken. Nee. Kijk. Dan zit je zo in de psalmen. Psalm 92. Daar staat geschreven. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Allemaal groeien. Wie in het huis van de Heere geplant zijn. Lees de gemeente. Wie in de gemeente geplant zijn. Die mogen groeien in de voorhoven van God. Nou komt het allermooiste vers. In de ouderdom zullen ze nog vruchten dragen. Oh, dat ik nog vrucht mag dragen voor de Heere. Dat wens ik jullie allemaal toe, mensen. En om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. Hij is mijn rots. Halleluja. Dus mensen, denk erom. Zorg goed voor elkaar. Dan zal dit kleine kind. Dat is natuurlijk een pop, dat weten jullie wel. Dat zal ooit ook een vader worden. Om voor andere kleine kindertjes te zorgen. Mensen, denk erom. Bouw elkaar erop en breek elkaar niet af. Dag.